Woensdag 18 mei 2022, dames en heren. Ik ben Axel van BTC Direct. Goed je hier weer te zien. Wij gaan vandaag natuurlijk weer kijken naar de koersontwikkeling voor Bitcoin. Dat doen we verderop in deze video. Zullen we de grafiek erop na gaan slaan? Eerst gaan wij even snel kijken naar wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 24 uur grofweg. In de hele crypto sector en ook een klein beetje daarbuiten. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest? Nou, als je het mij vraagt, Cloudflare die een Ethereum node gaat draaien. De AFM die zich flink uitspreekt tegen derivatenhandel in crypto dan voor particulieren. Grootste investeringsbank van Japan, dat is dan natuurlijk wel weer lekker nieuws. Die wil een crypto tak gaan lanceren. Een opvallende rentree voor China. Wat betreft mining. De underground mining sector blijkt daar ontzettend groot te zijn geworden inmiddels. En de DNB renteverhogingen tot zelfs 0,5% zouden mogelijk kunnen gaan zijn. Maar voor vandaag gaan we aftrappen met het opvallende nieuws van die rentree van China. Die terugkomt in de grafieken of in ieder geval in de ranglijsten. Wat betreft de grootste leveranciers voor rekenkracht op het Bitcoin netwerk. 2021, dat kun je waarschijnlijk nog als de dag van gisteren herinneren, toen maakte China een einde eigenlijk aan die mining sector in het land. En dat was nogal wat, want die mining sector daar was namelijk de grootste ter wereld. De autoriteiten die verboden de hele sector, de hash rate vanuit China, die viel daardoor kortstondig blijkt nu dus terug naar praktisch nul. Zorgde er ook voor dat we bijna de helft van de totale rekenkracht op het Bitcoin netwerk in één klap zagen verdampen. Dus dat was natuurlijk heftig nieuws op dat moment. Nou, in die periode daarna hebben we gezien dat die miners in grote getale vertrokken uit het land. Vanuit China naar andere oorden wereldwijd. Zo zag bijvoorbeeld Kazachstan veel van die partijen binnenkomen. Die gingen in dat land verder met het minen. Nou, Canada is ook een grote geweest. Er zijn veel miners naar uitgeweken. En natuurlijk de VS. Die heeft misschien nog wel de meeste van die partijen weten binnen te halen. Daar is de sector dan ook enorm gegroeid sindsdien. Maar nu blijkt dus uit een nieuwe studie door de Cambridge Center for Alternative Finance uitgevoerd. Dat er een enorme underground mining sector in China is ontstaan sindsdien. En die hebben ze nu eigenlijk voor het eerst goed in kaart weten te brengen. De resultaten van het onderzoek die komen dus tot de conclusie dat China zich inmiddels weer heeft weten op te werken tot de op één na grootste leverancier van rekenkracht op het Bitcoin netwerk. Dat dus na de VS. Die is op dit moment in dit opzicht in ieder geval nog steeds de allergrootste. Je ziet het natuurlijk ook mooi op deze grafiek. Juli en augustus 2021 hebben we het dan over. Dan zakt dat ontzettend terug. Dan gaat dat verbod namelijk in China. En in die periode verdwijnt eigenlijk die complete mining sector. Nou, volgens de data dus waar zij gebruik van hebben gemaakt, komt die daarna heel snel weer terug. Nou, uiteindelijk stabiliseert dat een beetje en blijft dat nu eigenlijk weer verder groeien. Komen we nu dus uit op een hashrate leverantie vanuit China van 21,1%. En dat is natuurlijk nogal stevig voor een land waar dat de sector volledig verboden is op dit moment. Nou, de VS die staat met 37,8% wel nog steeds op 1. We zien hier verder nog dat Kazachstan met 13,3% of 13,2% op 3 staat. Daaronder vinden we Canada 6,5% en Rusland die tot nu toe nog goed zou moeten zijn voor zo'n 4,7%. De totale hash rate wereldwijd. Nou, dat is best opvallend. Nogmaals, het is daar natuurlijk verboden. Maar hoe kan dat dan dat die sector underground toch zo floreert in het land? Het lijkt in ieder geval op de vele mogelijkheden die er daar zijn. Bijvoorbeeld om aan off-grid energie te komen. Off-grid elektriciteit. Dus dat je je niet hoeft aan te sluiten op een energienet. Dan valt het nogal op. Als je daar enorme verbruiken gaat noteren. Maar als je bijvoorbeeld direct kunt aansluiten op het kleine lokale energienet van een waterkrachtcentrale in de middle of nowhere. Ja, dan valt dat natuurlijk in de eerste plaats helemaal nergens op. Nou, dat lijkt een belangrijke, misschien wel de belangrijkste mogelijkheid te zijn voor het floreren dus van die hele sector daar. Daarnaast nog de enorme uitgestrektheid van het land. Dat werkt daar ook nogal van in het voordeel. En er wordt waarschijnlijk grootschalig gebruik gemaakt ook van proxydiensten. Waardoor het dus lijkt alsof verschillende miningpartijen zich elders in de wereld bevinden, maar stiekem dus op de achtergrond toch nog gewoon opereren vanuit China. Al met al allemaal factoren waardoor het zo goed lukt daar dus om uit het zicht van de autoriteiten te blijven en dus de op één na grootste miningleverancier te zijn, ondanks een landelijk verbod daarin. Anonieme bron, nou, de reden waarom die anoniem wil blijven, die mogen duidelijk zijn van een Chinees miningbedrijf, die laat weten dat het grootste deel van hun klanten
dit bedrijf, de bron van afkomstig is, die richt zich met name op reparaties van die apparatuur, zich inderdaad nog steeds gewoon binnen China begeeft. Van China door naar Japan, want de grootste investeringsbank van het land, Nomura is dat, die wil namelijk een crypto-tak gaan lanceren. Buiten Japan willen ze dat gaan vestigen waarschijnlijk. Wil daar wel zo'n 100 mensen werkzaam gaan krijgen. In eerste instantie gaat dat gaan bestaan uit mensen die inmiddels al werken bij de investeringsbank. Die ze dus actief gaan inzetten voor die specifieke crypto-tak. Uiteindelijk zal dat nog verder moeten gaan uitdijen en moeten gaan groeien. Doel hiervan voor Nomura is om institutionele klanten te helpen om te gaan investeren in cryptocurrencies enerzijds. En anderzijds willen ze zich wat specifieker ook nog gaan focussen op NFT's. Om dat dus toegankelijk te gaan maken voor de grote partijen die een dergelijke bank juist bedient. Ze willen kort gezegd verschillende cryptodiensten eigenlijk bij elkaar gaan vegen. En dat dus gaan onderbrengen in één apart nieuw bedrijf. Het is dus al de grootste investeringsbank van Japan. Dus daarom is dit wel het vermelden waard. Als we gaan kijken hoe dat ze het verder doen in het hele bankenlandschap. Staan ze in ieder geval ook nog binnen de top 10 van de grootste banken überhaupt van het land. Dus dat doen ze ook goed. Het eerste kwartaal van dit jaar, daar zijn de cijfers inmiddels natuurlijk van bekend. Dan zien we dat Nomura zo'n $569 miljard aan assets onder beheer heeft voor hun klanten. Dus ja, als zo'n partij die poort richting cryptocurrency gaat opengooien, dan kan dat natuurlijk een enorme inflow voor geld, nieuw geld ook, binnen de markt gaan betekenen. Nou, ik zei het in het begin al even, ze zouden die tak dus buiten Japan willen gaan vestigen. Jess Mohideen, het hoofd van digitale operaties van de complete bank, die zal daar in de eerste plaats de leiding gaan krijgen. En een van de andere bestuurders van deze bank, die zegt erover, als wij dit nu niet gaan doen, gaat het op een later moment alleen maar moeilijker worden om nog tussen deze markt te gaan komen. Lijkt er dus ook op dat ze steeds meer vraag krijgen vanuit bijvoorbeeld de klanten. En het geld ook dat ze beheren voor allerlei partijen om iets in die sector te kunnen gaan doen. Nou, hoe meer andere partijen dat gaan doen, hoe lastiger het natuurlijk wordt om daarmee te kunnen gaan concurreren. Dan kun je maar beter de eerste zijn. Dat is een beetje de visie die ze daarover op dit moment lijken te hebben. Nou, deze beslissing komt eigenlijk wel op een mooi moment. Die volgt een aantal dagen nadat ze zijn begonnen met het aanbieden van Bitcoin-derivaten aan Aziatische klanten in ieder geval. En de handel van de klanten in dit nieuwe product die loopt uiteindelijk via CME Group. En als we gaan kijken naar de data van eergisteren, die al volledig inzichtelijk is, dan zien we dat er daar zo'n 6944 Bitcoin futures contracten dus zijn verhandeld. Ondanks het feit dat ze dus plannen hebben om deze crypto-tak te gaan lanceren, of sterker nog, die plannen gaan dus definitief door, dat is nu het mooie juist aan het hele bericht, gaat het niet per se bekeken op alle fronten in ieder geval goed met deze bank. Want op dit moment hebben ze ook nog te dealen met een afschrijving van $345 miljoen, ongeveer €335 miljoen over een transactie van 2008 waar het een en ander aan gedonder mee is. Dat is natuurlijk even een vervelende bijkomstigheid, maar ze gaan in ieder geval wel deze nieuwe markt dus proberen binnen te dringen. En gekeken naar het totale bedrag dat ze onder beheer hebben, zal het ongetwijfeld geen grote paniek zijn daar op dit moment. Ja, met die afschrijving die ze toch wel even voor de kiezer krijgen, moeten ze hun winst over het afgelopen kwartaal met zo'n 95% gaan bijstellen naar beneden toe, helaas in dit geval. Ja, behoorlijke tegenvallen natuurlijk op zo'n moment. Maar hoe dan ook, de bank gaat door met deze plannen. Ze zijn al operationeel sinds 1925, dus ook een behoorlijk oude partij. Groeide ook als investeringsbank met name. Ook leuk om te vermelden, nadat ze in oktober 2008 de Aziatische tak van de Lehman Brothers hebben overgenomen. Dus zo'n partij hebben we nu dus mee te maken. Tijd voor nieuws uit ons eigen land, of in ieder geval nieuw afkomstig vanuit de AFM. Want die spreekt zich namelijk uit tegen crypto-derivaten voor particulieren. Daar willen ze dus een stokje voor gaan steken. Dat laat in ieder geval Paul Willem van Gerben weten van de AFM dus. Hij wil dus eigenlijk dat de mogelijkheden voor particulieren om crypto-derivaten te gaan handelen helemaal uitgebannen moeten gaan worden. Hij wil er überhaupt ook meer regulering in gaan zien. Waarom? Nou, hij sprak dus de grote risico's die gepaard gaan, overigens ook over de kansen hebben ze het gehad. Maar dit duidt natuurlijk met name op grote risico's die sector überhaupt al kent. En waar je dus particulieren misschien wel niet te veel mee moet gaan opzadelen, zo zeggen ze daar. De AFM die vindt dit nu juist actueel omdat ook zij een enorme toename zien in de populariteit in ieder geval van verschillende van dergelijke meer complexe beleggingsproducten
in de crypto, met name dus. Ze zeggen het zijn populaire producten en dat gezegd hebbende beschouwen we het als handel met flinke risico's. Zoals de mogelijkheden tot gebrek aan transparantie, marktmanipulatie en andere vormen van criminele activiteiten. Nou, daarom vinden ze dus überhaupt dergelijke producten bij uitstek eigenlijk al niet geschikt voor particulieren, maar juist iets voor de grotere partijen om mee aan de slag te gaan. Daarmee lijken ze steeds meer een beetje het pad in te willen gaan slaan dat ze eerder al in de UK hebben gedaan. Want de financiële waakhonden daar, die heeft eerder al de derivatenhandel in crypto alleen nog maar toegankelijk gemaakt voor professionals. Als particulier kun je daar in principe niet meer tussen gaan komen. Op dit moment is het dan wel weer zo dat de AFM nog niet de bevoegdheden of de instrumenten heeft in ieder geval om die handel in cryptovaluta binnen Nederland op deze manier te gaan reguleren. Maar de nieuwe crypto-wetgeving die er op Europees niveau nog steeds aan zit te komen, de MiCA-wetgeving natuurlijk, zou het zomaar eens kunnen dat daar verandering in gaat komen, dat die balansen anders komen te liggen en dat de AFM zich er bijvoorbeeld wel actief mee kan gaan bemoeien. Moeten we nog even afwachten, maar dan is het in ieder geval duidelijk welke kansen met een stukje van die markt op gaan willen. Cloudflare laat weer van zich horen en wederom in combinatie met het draaien van eigen nodes op het Ethereum-netwerk. Je kent het misschien wel, een groot webbeveiligingsbedrijf en ze hebben laten weten dat ze nu actief willen gaan experimenteren met Web3-netwerken die proof of stake gaan omarmen. Nou, Ethereum is in die zin de eerste, natuurlijk ook meteen de grootste klant eigenlijk van Cloudflare. Ze gaan experimenteren op Ethereum 2.0, dan dus met name door verschillende full nodes te gaan draaien in dat nieuwe proof of stake netwerk. En op dit moment staat die merge, dus de overgang van het Ethereum netwerk naar die nieuwe versie gepland voor het derde, misschien vierde kwartaal van dit jaar. Dan gaan ze dus over van proof of work naar proof of stake, precies waar dit hele verhaal om draait. En volgens Cloudflare zorgt juist die overgang er dus in potentie voor dat er grote verbeteringen op het gebied van met name energieconsumptie aan zitten te komen. En daar willen ze dan wel weer heel graag aan meewerken. Niet de eerste keer voor de oude rotte dat Cloudflare zich hiermee inlaat. Juli 2019 zijn ze al begonnen met het draaien van reguliere Ethereum nodes. En daar gebruikten ze onder andere die nodes voor om hun klanten dus de blockchain te kunnen inzien. Eigenlijk hosten ze een blockchain explorer op die manier. Nou, de overgang van proof of work naar proof of stake, die is volgens Cloudflare dus essentieel om die energieconsumptie van eigenlijk de hele sector een beetje onder controle te gaan krijgen. Dan is het natuurlijk een grote en belangrijke stap als ja, de op één na grootste crypto die overstap ook echt gaat maken. En om dat dus extra kracht bij te gaan zetten, te laten zien dat we dit graag omarmen, gaan ze dus ook beginnen met dit soort zaken. Kort en krachtig laten ze weten, betekent dit dat Cloudflare gaat participeren in het onderzoek en de ontwikkeling ook van de fundamentele infrastructuur die Ethereum veilig, snel en energiezuinig dus moet gaan houden. Dat laten ze weten in hun blog over dit hele bericht. Nou, mooie nieuws dus weer afkomstig van deze grote webpartij die actief mee gaat doen in het Ethereum 2.0, ook al is het de oude naam verhaal. Klaas Knot van de DNB die laat weten renteverhogingen tot zelfs 0,5% behoren tot de mogelijkheden. En dat de Europese rente op 21 juli omhoog zou gaan, ja, daar is iedereen het eigenlijk inmiddels wel over eens. Daar twijfelt niemand meer aan. De vraag blijft natuurlijk nog wel een beetje, hoeveel gaat die rente verhoogd worden? Nou, Klaas Knot die zegt dus dat het gaat afhangen van een aantal externe factoren. Zoals met name de ontwikkeling van de inflatie. Wat laat die zien? Als die verder zou gaan oplopen, dan stelt hij is een verhoging tot zelfs 0,5% niet langer uit te sluiten. Dat laat hij weten in College Tour. In datzelfde programma, een mooi exemplaar wat dat betreft dus, is Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank, eigenlijk de hoofdgast. Zij laat ook weten dat zij beide op dezelfde lijn zitten. Ze willen natuurlijk toewerken naar die 2% inflatie. En ze zegt, we zullen alle middelen daarvoor inzetten die we nodig hebben. En we hebben de processen daarvoor ook al in gang gezet. Die koopkracht op peil houden, ja, dat is natuurlijk waar dat het uiteindelijk allemaal om draait. Wat de hoofdtaak is van deze organen. En met de huidige inflatie, die dus nog steeds extreem hoog is, raakt het eigenlijk steeds verder uit beeld. Die beleidsrente die staat nu nog op min 0,5%. Ze laten wel weten dat nog steeds de voorkeur ligt bij het verhogen met 0,25%. Dan zouden we dus nog met een beleidsrente van min 0,25% over gaan blijven.
Als het nodig is, zou die dus volledig weggestreept kunnen gaan worden en gaan we uitkomen op nul. Inflatiecijfers over april die zijn ook zojuist naar buiten gebracht. We zien dat die op Europees niveau iets zijn gestegen. In Nederland zien we gelukkig een kleine afvlakking, zitten nog steeds in de double digits, maar het is een klein beetje teruggezakt. Dus dat is voor in ieder geval ons dan nog steeds goed nieuws en het is nog steeds terug te herleiden, maar met name de gestegen energieprijzen. Zo dan nog wat nieuws te melden rondom de koersen. Koersen vraag je je misschien af. Nou, dat ga ik je nu vertellen. Tradingview.com gaan we natuurlijk aanzwengelen. Dan gaan we kijken naar Bitcoin uitgedrukt in de Amerikaanse dollar. We beginnen even met de candles op één week. En dan zie je ja nog niks spectaculairs qua beweging. Maar wel dat we weer aan de onderkant van die week candle aan het bungelen zijn. Dus echt de beweging omhoog. Ja, die lijkt toch nog niet ingezet. Nog steeds te veel last van de resistance die we op dit moment ervaren. Dus van deze zone van die 30 tot 32.000 dollar. Was natuurlijk de hoop dat we eerder weer die kant op zouden gaan bewegen. Nadat we eigenlijk al 2, misschien wel 3 keer eerder een test hebben gedaan om daar doorheen te gaan breken. Maar ja, dat is voor nu, zo zien we in ieder geval op deze week en dan nog niet aan de orde. Je ziet het hier een klein stukje lager gezeten deze week. We zitten echt aan de onderkant van deze hele candle. Dus de beweging naar beneden toe is nog steeds intact. Die is nog steeds gaande. Is natuurlijk ook volledig in lijn met de afgelopen 7 weken. Waar dat we het inmiddels al wel over hebben. Die allemaal hartstikke diep rood zijn gekleurd. En helaas ook in lijn met de beweging die we hier hebben gezien. We heel snel even heel diep zakten tot in de 25.000 dollar per bitcoin. Nou, zo erg werd het allemaal niet. Maar ja, als deze lijn zich voort blijft zetten. Dan komen we daar vroeg of laat natuurlijk nog steeds op terecht. Laten we gaan inzoomen naar de eendagscandles. Dat is misschien wel wat mooier om te gaan doen. Ja, dan zie je hier hoe vervelend die zone is. Nou, natuurlijk heeft hij ons eerder ook van verschillende diepe vallen weten te behoeden. Nu is dat niet langer aan de orde. We zitten daaronder en dan is het gewoon heel vervelend om daarin terug te gaan komen. Aantal pogingen gedaan, maar echt doorzetten lukken ze niet meer. Gisteren zijn we natuurlijk die weg omhoog uiteindelijk wel weer gaan inzetten. Met een 1,99% in de plus weten we uiteindelijk te closen. Komen we daar weer van in de buurt? Zijn we bezig om richting die 31.000 dollar te komen? Maar vandaag lijkt de markt daar niet langer in mee te gaan. Noteren we tot zover een min van 3,56%. Zorgt ervoor dat we nu op zo'n 29.340 dollar handelen. Langzaam maar zeker zakken we dus steeds weer iets verder terug richting die 29.000. Met name steeds wat verder af van die 30.000 dollar. Vervelend, je ziet hier wel dat we natuurlijk, net zoals we hier aan de bovenkant een resistance ervaren, we hier aan de onderkant nog wel wat opvangkracht hebben. Dat ligt hier zo achter in die 28.500 dollar, waardoor we hier terugzakken toch steeds uitzondering dagen laten boven hebben weten te blijven. Dat is natuurlijk prettig om daar nog langer van uit te kunnen blijven gaan. Maar toch, ja, we hebben hier een paar keer iets dieper gezakt. Dat was veel kortstondiger dan dat nu al gaande is. Blijft het spannend, de eerstvolgende echt grote zone ligt hier nog steeds rondom die 20.000 dollar. Dat zou betekenen nog een flinke terugval, zover is het allemaal ook nog niet. Maar ja, hoe langer het natuurlijk gaat duren, hoe vervelender het wordt om hierin terug te gaan komen. Ook al gaan we wel, als je hier, nou laten we nog wat verder gaan inzoomen, de uurkenners bijvoorbeeld even bij gaan pakken zien. Dat we in een soort beweging omhoog lijken te zitten tot nog toe steeds een wat hoger dieptepunt langzaam maar zeker. Nou wordt het hier nou wel spannend of dat we dat verder kunnen blijven gaan doorzetten. Want anders zijn we ook uit die kortstondige trend gebroken. Ja, en dan is er nog wat minder hoop misschien dat het op korte termijn wel gaat lukken. Genoeg kracht te verzamelen in de markt om er wel doorheen te gaan breken. Tot zover de stand van zaken voor vandaag de dag. We hebben natuurlijk gekeken naar de grafieken, wat die laten zien. We hebben gekeken naar het allerlaatste en meest belangrijke nieuws. Met name wat heeft er zich allemaal voorgedaan op de cryptomarkten. En dan kunnen we ons alleen maar gaan voorbereiden op de dag van morgen wat die weer gaat brengen. Ook dan ga ik je natuurlijk weer bijpraten. We gaan kijken naar dat laatste nieuws. We gaan ook kijken naar de verdere koersontwikkeling voor in ieder geval Bitcoin. En ik hoop je daar dan natuurlijk ook gewoon weer bij terug te zien. Iedere dag hier op het YouTube kanaal van BTC Direct. Als je jezelf even subscribt, dan ben je er altijd bij. En vooral ook als eerste, wie wil dat nu niet? Duimpje omhoog. Als je die nog eentje kunt missen, zijn wij daar ontzettend blij mee hier met de hele redactie. Dan wens ik je nog een prachtige avond toe. En dan ga ik er gewoon vanuit dat ik je morgen weer terug zie. Dus tot dan weer. Doeg!